zorg loopt momenteel tegen zijn grenzen aan. En dat betekent dat het roer om moet. Mijn droomscenario is dat de zorg in de toekomst al begint op het moment dat je tot leven wordt gewekt. Nu is het een aparte silo waar je wel in komt als je wat mankeert. Dat is eigenlijk raar. We krijgen een stuw meer van oudere mensen de komende 20 jaar op ons af. Dus het is niet toekomstbestendig, het is niet volhoudbaar zoals ik het noem. De mens weer centraal, kleinschalige samenredzaamheid. Gezondheid ook echt leidend wordt in het leven.